best wel een spannende ochtend, want vandaag wordt major gekeurd. Floor. Oh kijk, nu zag je het licht verspringen, dat is wel leuk. Het is dinsdagmiddag en ik ga vandaag lessen met Justy. Ik ga even de trailer aankoppelen aan mijn auto. Dus dat gaan we nu even doen. Dan ga ik natuurlijk eerst in mijn auto zitten. Ik heb een achteruitrijcamera, dus dat is wel mega handig. Ik doe het eerst een beetje zo, dat ik zie dat de zijkanten van mijn auto gelijk zijn. Misschien als die hier staat, kun je het even zien. Die moeten we hebben. Dat die gelijk staat. Het is wel een beetje een zootje in mijn auto, sorry. Nou, ik heb niet helemaal goed gemikt. Kijk maar, hier is de knop. En hier. Maar dat geeft niet, dan zetten we hem gewoon een stukje opzij. Dan komt er even wat kracht bij kijken. De handrem eraf. Een beetje naar achter. En een beetje opzij. Ik heb ook de veiligheidshendel vastgemaakt, de veiligheidskabel. En de elektriciteitssnoer. Nou, dan gaan we natuurlijk deur weer in de auto. En dan gaan we de trailer op het terrein zetten. Daar gaan we. Dan zet ik altijd meteen eventjes het licht aan. Dan kunnen we zien of de lampjes gaan branden. Nou, die gaan branden. Dus dat betekent dat de trailer goed zit aangekoppeld. En dat ook de elektriciteitssnoer het doet. Kijk, nu hebben we iemand die gaat... Kijk wie het stoerst is. Nou, de auto en de trailer die staan klaar. Felicia die heeft voor mij just al heerlijk gepoetst. Dus ik moet haar... Oh, nou vergeet ik nog mijn dekje. Ik denk dat ik vandaag... De zon schijnt een beetje. Kijk, en de lucht is redelijk blauw. Dus ik denk dat ik vandaag wel in een roze mood ben. Nou heb ik hier in deze auto ergens een roze dekje en roze bandages. Die ga ik nu even zoeken. Zo, vriendin. Goed zo! Nou, zo wil je weer staan. We staan. Oh, dat is een beetje gek hè, dat je niet harder gaat als je op de rem aan het drukken bent. Ja, nou, we gaan naar de les en dan zien jullie ons daar weer. Een glanzende cap. En als je dan weer schoon is, dan glimt hij weer extra mooi. Dus kunnen we de dag weer glimmend beginnen. Zo. Ik ben klaar. Nu gaan we naar Justy. Doe even de hoofdstel en haal ik haar uit de trailer. En dan zien jullie mij weer als ik op Justy in de bak zit. Nou nee, het ging echt heel goed. Waar hebben we aan gewerkt? We zijn met Justy bezig om de wissels te leren. Dat vindt ze wel nog wat moeilijk, omdat ze toch ja, ietsje met die achterhand zit die sterker moet worden. Dus nu kwamen we er eigenlijk, nadat we een paar wissels hadden geoefend, achter dat als we eerst iets meer gingen pirouetteren, nou ja, nog niet echt pirouetten, een beetje meer arbeidspirouette-achtige gingen rijden, en dan veel eenvoudige wissels, dat dan de galop meer gesloten was. Dus dat is zeg maar huiswerk voor mij voor van de week voor thuis. En dan natuurlijk kijken of we volgende week in de les dus eerst dat stukje op kunnen zoeken in de galop. En dan weer kunnen gaan werken aan de wissels. Ben ik echt heel blij mee. Ik had al een heel mooi stuk wat dadelijk ook in het ZZ licht zit en volgens mij ook al in het ZZ zwaar. Goed dat schouder binnenwaarts, vol een volte, die is dan natuurlijk nog niet klein genoeg. Die moet 8 meter en die was nu denk ik 12 meter. En dan door appiëren, waar ik dan toch heel mooi de takt in kan blijven houden. Ik moet heel goed opletten, wel bij Just, dat ik ze mag opgericht, maar niet te hoog, zodat ze
met een holle rug gaat lopen, maar ook niet te diep waardoor ze gaat duiken. Dus je zit constant op een beetje een randje te rijden en dat voel ik ook heel erg. Maar dan is het toch fijn dat er iemand op de grond even extra meekijkt om goed te zeggen, dit is goed, dat moet, daar moet hij hoger, daar moet hij ronder, daar moet hij achtervlugger. Om dus echt bewust bezig te zijn met dat achterbeen eronder en de schoft omhoog in plaats van dan het hoofd omhoog en dan de rug wat holler. Justin, nu lekker afzadelen. We zijn weer thuis. Ik heb super lekker gelest. Het ging echt heel goed. Justin gaat lekker uit de trailer. Dan zet ik de eerste eventjes op stal, want ze heeft net eten gehad. En dan gaat ze daarna lekker onder de warme kraan. Ja, ik denk nog even wel als middagje. Dus warme kraan, daarna onder het solarium. En dan nog even lekker op de trailplaat. Goedemorgen. Het is vandaag woensdagochtend. Gaat het goed aan? Ja, zeker. Mooi zo. En we zijn onderweg, want we gaan bij een paard kijken. Ja. Wordt vervolgd. Vandaag gaan we bij Lizzie kijken. Lizzie is een 8-jarige merrie met als vader de wereldkampioen Asterix. Nadat Lizzie als jong paard is ingereden, heeft ze veulentjes gekregen. Lizzie is dan ook niet te vergelijken met een ander paard wat al 8 jaar is, maar meer te vergelijken met een paard wat net zadelmak is. Daan gaat haar een aantal keren rijden om te kijken of er potentie in zit. Als Daan er een goed gevoel over heeft, dan kopen we haar misschien aan. Goedemorgen, het is best wel een spannende ochtend, want vandaag wordt Major gekeurd. Er zijn eergisteren mensen geweest voor Major. Nou, dat klikte supergoed. Als hij dus verkocht wordt, dan gaat hij dus naar Amerika. Er moeten heel veel foto's gemaakt worden van hem vandaag en hij moet klinisch gekeurd worden. Dus ja, dat is natuurlijk altijd spannend. Wij hebben hem gezond gekocht, dus ik denk van niks geks, maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Dus ja, lichte spanning, maar ik heb er ook zin in. Dus we gaan naar de keuring. Ik heb mijn partner weer gevonden. Yeah. En wij hebben onze super healthy, gezonde topper weer achterin staan. Want Major is met een vlag en wimpel geslaagd voor de keuring. De keuring voor naar Amerika is altijd wat strenger dan de keuring in Nederland of Europa. Omdat ze daar foto's nog van, ja, eigenlijk dezelfde foto's uit nog weer andere hoeken willen. Het is natuurlijk ook niet niks om een paard helemaal naar Amerika toe te verschepen. Dus dat brengt natuurlijk extra risico met zich mee, waardoor mensen ook wat extra risico willen uitsluiten. Vandaar dat Major vandaag de hele dag op de kliniek is geweest en helemaal binnenstebuiten is gekeerd. En nou ja, met vlag en wimpel is geslaagd. Nu weten we natuurlijk nog niet zeker, want de foto's en alle bevindingen die worden naar Amerika toegestuurd, naar de arts daar zo. Die heeft ook een lijst gestuurd van tevoren met wat voor foto's zij allemaal wilden. Dat gaat nu daartoe. Hun gaan hun oordeel daarover vellen en aan ons doorgeven of hun dat ook goed genoeg vinden. We zullen dus nog even een paar dagjes afwachten en als we wat meer weten, dan laten we jullie dat natuurlijk ook weten. En gelijk lekker aan het eten, vriend. Lekker, hè? Knap kind. Is die knap dan? Goed gedaan, hè? Ik heb Cas gereden. Dat ging niet zo lekker. Ik heb zo'n pijn aan mijn nek. Ik heb echt wel van alles ingenomen en oh man. Maar goed, ja, we gaan wat doen.
waarvoor ik hem toch even moest rijden. Ik ga hem eventjes klaarmaken en dan ga ik zo meteen vertellen wat we gaan doen. Want we gaan eigenlijk twee dingen doen. Of drie dingen. Ik weet niet, ik moet even over nadenken. Kom maar, Kazi. Gaan we jou klaarmaken voor transport. Zo, transport. Ja, mag je mee? Je bent al zo mooi gewassen, hè? Je lijkt nu een beetje een curly horse met al je curlies. Kom maar, met je mooie outfit. Joejoe. Nee. Nu zijn we onderweg. Voor de vierde keer deze week. Lekker en route deze week. Mijn camera gaat mijn eigen leven leiden. Ja. Wat gaan we doen? We gaan weer de Merrie die we van de week al een keer gereden hebben nog een keertje rijden. Dat gaat daar morgen en overmorgen ook nog een keer doen. Toen we daar waren van de week vertelde zij dat er vandaag bij haar een soort trailer komt. Daar kan je je paard aan inzetten. En die trailer leest jouw hele paard uit. Zowel de organen, spieren als wezen volgens mij en zo. Ja, en energievelden. En dan krijg je daar een rapport van. En dan kun je dan zeg maar morgen en overmorgen wordt je paard dan behandeld. Wij weten er eigenlijk niet zoveel van. Behalve dat zij er heel enthousiast over was. En het ons heel interessant klonk. Daarom wilde dat sowieso met Just doen. En toen heb ik last minute besloten om dat ook met Cas te doen. Daarom wilde ik hem, ondanks dat ik zo'n last van mijn nek heb, toch even rijden vandaag. Want ik denk dat het fijn is. Ik weet het ook niet precies, niet zeker hoor. Maar om hem daar dan in te zetten op het moment dat hij wat werk in de benen heeft. Let's go. Eerst een bakje koffie halen zo. Eerst koffie halen. De paarden nog leven. Hoi! Hallo! Oh, hij moest even knippen, dan zag ik dat. Oeh, zo lekker wat. Kom maar, meisje. Kom maar. Stap je nog? Ja. Oeh, zo. Hij durft niet. Het is laat ondertussen. Nou, het is 8 uur. Nou, ik vind voordat we thuis zijn, ik vind het gewoon echt al laat. Maar, wat vond je ervan? Nou, ik vond het vooral heel interessant. Vandaag zijn ze vooral doorgelezen en hebben ze de eerste therapie gehad. Ja. En dan volgens mij morgen en overmorgen krijgen we dus nog beter te weten hoe of wat. Want we hebben vandaag natuurlijk ook expres gereden de paarden. Dat we weten hoe het lichaam eruit ziet na een training. Ja. Dus hij zei ook van tevoren, hij zegt het kan ook zijn op dag 1. Wat we dan zien dat spierpijn kan zijn. Ja. Dus vandaag gaf hij vooral aan dat er wat spierpijn was? Spierpijn was in de bovenlijn. Nou, dat kan ook wel kloppen, want we hebben wissels geoefend. Dus dat is dan natuurlijk morgen en overmorgen nog even afwachten. Ja, dan krijgen ze als echt ook de spierpijn uit het lijf is. En na een aantal van die therapieën of behandelingen. Hoe dan de analyse van het lichaam is. Ja. Nou, bij Cas hetzelfde. Ja, bij Cas hetzelfde. We zijn niet heel goed te zien. Nee, het is een bit dark. Het is een bit dark. Nou, bij Cas kwamen er gelukkig geen schokkende dingen uit. Cas is natuurlijk recent hersteld van een blessure. En die, nou, daar was dus niks op aan. Daar was dus best wel bang voor dat dat eruit zou komen. Nou, dat dus helemaal niet. Ook wat spierpijn kwam eruit. En er kwam uit dat hij dus niet graag in de box staat waar hij nu in staat. Was, zeg ik het toch goed? Ja. Ja, hij vond zijn box niet prettig. Hij is niet happy met zijn plek. Ja, en daardoor slaapt hij niet goed. Mijn grote vriend. We hebben gelijk de boxen gewisseld. Dus Kazi staat lekker hier zo. Dit is de box waar... Dit is eigenlijk de Merrie box. En daar staat Kaas nu lekker in. Nou, volgens mij gaat het gelijk lekker, hè. Hij heeft vroeger ook wel in deze rij gestaan, dus dat... Hey vriend. Nou, ik ben heel benieuwd of dit wat voor hem uit gaat maken. Of er dadelijk ook uit de test gaat komen zondag. Dat hij misschien happy is met deze box. Ik ga lekker naar huis.
Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Ons lieve majoortje is helemaal goedgekeurd bij de dierenarts. Dus dat betekent dat we nu nog aan het afwachten zijn of ze in Amerika ook de foto's en alle beelden goed vinden. Dat betekent dat wij in de tussentijd gewoon lekker de training houden zoals dat altijd is. Dat eigenlijk voor het paard weinig tot niks verandert. Dat mocht hij naar zijn nieuwe huisje gaan, dat het niet ook in de training heel anders is. En dan geven we ook goed door hoeveel en wat we met hem doen. Zodat ze dat eigenlijk hetzelfde door kunnen zetten. Zodat hij eigenlijk alleen verhuist en verder qua de training precies hetzelfde blijft. Je bent een beetje aan het slapen, jongen. Hey. Heb je een beetje wild buiten gespeeld vanmorgen? Hey. Nou, ik ga hem lekker opzadelen. We hebben heerlijk gereden. Het was net eventjes een beetje te druk om de camera in de bak te zetten. Dus we hebben even een kijkje vanaf Majoors rug gedaan tijdens het uitstappen. We hebben heel lekker gereden. Majoortje was lief, die was in vorm. Majoors is echt de allergrootste knuffelkont. Kussen, kussen, kussen. Wat ga je vertellen? Vertel het maar. Vertel, wat ga je vertellen? Oh, dat is mijn cap. Oh no, dat is mijn cap. Nee! 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 Oh, nu ga je ook nog mijn jas open doen, zeker? Goede zondagmiddag. Daan en ik zijn weer op pad met de paarden naar de therapie. Precies pluimen. Oh, pluimen. Maar je moet je dus voorstellen dat daar dus... Als je even wacht, daar zijn geen pluimen. Daar heel veel water zien. Daan wil het graag even laten zien. Nou, het gekke is dat het water op dezelfde hoogte zit als ons. Oh ja, dat is wel gek. En water aan de links. Dat zie je niet zo goed. Oh kijk, nu zag je het licht verspringen, dat is wel leuk. Moet je angstig kijken. Ik was gisteren. Why not? De therapie zit erop voor Kaf en Just. En Daan gaat nu nog even de laatste keer op het merretje rijden. Om te kijken hoe dat gaat. Het ging gisteren echt al een stuk beter, dus we zijn benieuwd vandaag hoe het gaat. Ik ga jullie zo meteen meer vertellen over wat er uit de scan kwam, want dat kan ik beter eventjes in de auto doen. Zo, even bij mijn knapste Atos, anders is hij verdrietig dat hij geen rol heeft in de video deze week. Hè? Ja, oh je wil al niet eens meer. Lekker eten. Daan en ik waren echt super blij over de uitslag van de scan. Want er kwam verder helemaal niks geks uit. De eerste dag kwam nog een beetje spierpijn en dingetjes uit. En dat kwam er zondag gelukkig helemaal niet uit. Zoals ik al zei, was ik best wel bang dat er iets uit zou komen over de blessure die toch nog op zou spelen. Of waar die last van zou hebben. Maar daar kwam gelukkig niks op uit. Er kwamen wel een aantal aandachtspunten uit die met de fysio en de osteopaat opgenomen moeten worden. Nou, daar hebben we natuurlijk sowieso goed contact mee. Dus ik heb dat naar haar doorgespeeld. Daan heeft ook voor de laatste keer op de merrie gereden. En dat ging hartstikke goed. Dus nou wordt zij volgende week gekeurd. En als dat allemaal goed is, dan komt ze naar ons toe. Dus dat is heel spannend voor volgende week. Daarnaast zijn we ook nog steeds in afwachting over de uitsluitsel voor de foto's van Major. Dus daar weten we nog niks over. Dus kan ik jullie ook helaas nog niks over vertellen. Ik hoop dat het volgende week allemaal goed is natuurlijk. Volgende week weer een spannende week. Jullie alvast deze week heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!